Rudy Kausbroek. Welkom. Jullie hebben elkaar nog nooit eerder ontmoet. Remco, deze ontmoeting vindt op jouw verzoek plaats. Waarom? Wat is je fascinatie met Rudy Kausbroek? In je inleiding zei je al iets over grote voorbeeld. Heb je het woord held genoemd? In ieder geval een goed gesprek en het ging mij om het laatste. Maar een zekere inspiratiebron is Rudy Kausbroek zeker geweest. Ja. Zij het oorspronkelijk niet op het Indisch. Ik hou mezelf eigenlijk pas een jaar of 10, 12 met Indische zaken bezig. En lang daarvoor lagen er al boekjes van Rudy Kausbroek op tafel. En er zijn dingen in de essayistiek van Rudy Kausbroek die bij mij hebben beklijfd in de tijd. Ik herinner me... Nou, toen ik heel klein was, hadden wij thuis al het boekje Aaibaarheidsfactor. En dat is. Dat is in het gezin een woord geworden wat je ging gebruiken. Maar er zijn ook bepaalde beelden in de essays. Dat heb je als je boeken leest, dat die beklijven en dat die voortdurend boven komen borrelen. Ik herinner me bijvoorbeeld een essay over. Ik weet niet eens waar u het geschreven heeft, maar over de auto als een soort van fysieke uitbreiding van je lichaam. Dat het je fysieke bewustzijn zich als het ware de vorm van de auto gemeen. Dat zijn beelden die zijn blijven hangen. Zo zijn er nog een paar dingen. De uitspraak. Ik weet niet eens of van u is. Maar het was ontleend aan het rijden met een bestelwagen. Ja. Ik woonde in Frankrijk en we waren van plan om naar Nederland te verhuizen. En ik had tot dat doel een Citroën HI gekocht. Dat is, zoals ik wel eens het genoemd heb, een Jonkers zonder vleugels. Hij had namelijk datzelfde golfplaat materiaal als de Jonkers had. En zijn dat die busjes, die golfplaten busjes waar ook... Juist, ja, met een schuifdeur op zijn. Ze worden nu niet meer gemaakt, helaas. Maar, dus daar heb ik een tijd mee rondgereden. En die observatie waar u op doelt is dat als je van een gewone personenauto in zo'n veel groter ding gaat rondrijden, dan heb je de sensatie dat je lichaam gegroeid is. Niet meteen. Eerst is het onwennig en je denkt, wat moet ik met dat grote ding? En dan na een poosje dijt je lichaam uit en dringt door in de hele ruimte van zo'n grote bestelwagen, tot die in de nok en in de hoeken gevuld is. Voordat het zover was, ben ik er een keer mee de ondergrondse parking in Orly mee binnengereden en kwam meteen vast te zitten. Want het ding was te hoog. En was het dan ook zo dat ieder deukje en krasje ook fysiek pijn deed bijna? Ja, en ook dat als je onder een viaduc doorreed, dat je dan omlaag dook. Alsof je die auto kon helpen zich kleiner te maken. Maar het is eigenlijk een ervaring die omgekeerd is aan iemand met een verlamd lichaamsdeel die geen bewustzijn heeft van de aanwezigheid van een lichaamsdeel. Dat is een spooklichaamsdeel, hè? Iemand die, maar dit is dus het omgekeerde, dat je in feite een dood element kwijt is, in je bewustzijn incorporeert. Maar dat blijft bestaan. Ja. Als hij het tenminste ooit gehad heeft. Hè? Een voorbeeld zou natuurlijk ook kunnen zijn. Ja. De staart die bij ons al vroeg in de evolutie verdwenen is. En waar nog een heel klein stukje van aan het skelet te zien is. Maar we hebben alle reacties van het bewegen van die staart verloren. Ja, het is zelden dat ik mezelf voel kwispelen. Ja, dat, ja. Maar mensen die een lichaamsdeel zijn kwijtgeraakt, dat is een bekende beschrijving, die voelen daar nog steeds mee. Ja. Ja. Kan nog steeds jeuken. Ja. Kent u trouwens het werk van Remco Raabe? Hij kent uw werk dus duidelijk goed. Jazeker, ja. Maar ik vind dat bijna een gênante vraag. Nou goed, Remco, laten we naar jou teruggaan. Naar jouw fascinatie. Jij hebt een aantal thema's die je graag met Rudy wil bespreken. Ik zou zeggen, ga je gang. Nou ja, kijk, de onderwerpen die dringen zich bijna automatisch op. In de inleiding heb ik al gezegd dat er natuurlijk veel meer is. Zelfs de oorsprong van mijn interesse in het schrijverschap van Rudy Kausbroek ligt heel ergens anders. Maar toen in 1992 het Oost-Indisch kampsyndroom. Ik weet nog dat ik het boek kreeg en mee heb genomen en vervolgens twee keer heb gelezen in een appartement in Florence, waar ik een tijd werkte.
Dat moet het voorjaar van 92 zijn geweest. En ja, dat was toch iets. Een deel was herhaling. Ik had natuurlijk een aantal essays wel eens eerder gelezen. Maar dat was toch een moment waarop ik een stem ja, herkende. Dat is weer zo flauw. Maar dat ik toch zeer geïnspireerd raakte en geboeid raakte. Dat er ook dingen in zaten die ik wel mee heb gedragen. En die ook nog wel eens opkomen borrelen. Maar de onderwerpen waar ik het graag enigszins over zou willen hebben vandaag is de omgang met het koloniale verleden, zowel van u of van mij als van de Nederlandse samenleving, misschien ook wel Indonesiërs, Japanners, Fransen. Wat mij daarin boeit en waar ik uw werk echt zeer in gewaardeerd heb, is de nadruk op beeld van het niet-Westen. Het beeld van de andere kant. Ja. Dat is iets wat je op Nederlandse universiteiten toch eigenlijk veel te weinig hebt meegekregen. En dat denk ik toch een hele mooie boodschap is in uw werk. En een derde iets als we eraan toekomen. De factor getuigenis en herinnering. Hoe dat een geschiedbeeld creëert, kristalliseert. Dus dat zijn eigenlijk dingen die we zo'n beetje de revue kunnen passeren als we eraan aan toekomen. Dus er zijn een beetje oude koeien. We kunnen wat nieuwe koeien verwekken misschien. Maar nou ja, er stond als Indische jongen, zal ik maar zeggen, had ik een bepaald beeld van dat land in mijn hoofd. Dat was een tijd weg. Hè. Ik was toen ik gerepatrieerd werd, was ik vol belangstelling en enthousiasme voor Europa. Waar ik zoveel over gehoord had en waar huizen meerdere verdiepingen hadden en waar er theaters en concertzalen bestonden en al dat soort dingen meer. Dus ik ging min of meer met een soort cultuurhonger naar Europa toen ik hier in 1946 aankwam. Was het een soort neiging om alles te willen kennen en onderzoeken en bekijken. En dus toen ben ik, ik schaam me te zeggen, Indië een hele tijd lang vergeten. En dat is pas langzamerhand op gang gekomen, gedeeltelijk door de werking van het onbewuste, waar het dus geen verstandig woord over te zeggen is, want je weet niet per definitie hoe dat in elkaar zit. Maar daar kwamen dingen terug. En aan de andere kant kwam ik natuurlijk in aanraking met manifestaties van mensen die op dezelfde manier als ik ook uit Indië afkomstig waren. En die daar dingen over zeiden waar ik het onmiddellijk helemaal niet mee eens was. Waarvan ik ook het mythische meteen herkende. En het leugenachtige, mag je wel zeggen. En dus daar kwam ik tegen in opstand. Ik heb nu nog de ervaring gehad. Ik was een paar maanden geleden in Indonesië op een tour met een aantal Nederlandse en een heleboel Indonesische dichters. En daar was ook bij Gerrit Komrij, die nooit eerder in Indonesië was geweest. En ik gold dan zo'n beetje voor de Indisch man onder het gezelschap. En ik sprak de taal. Maar het viel mij op hoe ik vurig wenste dat die Komrij het mooi zou vinden en zou begrijpen wat er hoe die cultuur in elkaar zit en hoe de mensen daar denken en wat er aan moois te zien is en aan verleden terug te vinden. Uw persoonlijke herinneringen liggen in Noord-Sumatra. Ja, in feite heeft u herinneringsterrein of uw nostalgisch territorium verbreed tot geheel Indonesië. Ja, het is natuurlijk ook, het is een literair gegeven, zoiets. En we maken 7-mijlsprongen. Een van de belangrijkste invloeden is het lezen van Shakespeare geweest.
Maar nu dwalen we af. Wat ik zeggen wilde is dat ik blijkbaar toch zo'n gevoel over dat land had, dat ik wilde dat ik me inspande, dat ik bij wijze van spreken bijna van wakker lag, dat iemand het niet verkeerd zou begrijpen en dat niet het land zou krijgen aan bijkomstigheden zoals dat zo gemakkelijk gebeurt. Maar ik krijg de indruk dat u ook nog wel eens op het hedendaagse Indonesië kan vloeken. Ja, dat is helaas is er altijd wel. Indonesië heeft het u wel erg moeilijk gemaakt op de afgelopen reis, begrijp ik. Ja, en een ontboezeming, de laatste ontboezeming daarover, die moet nog komen. En daar wou ik nu niet op vooruitlopen, want dat, ik weet niet wat eerder verschijnt eigenlijk, mijn volgende artikel of deze uitzending. Maar daar wou ik dus nog even, dat wou ik nog even in petto houden. U noemde zichzelf een Indische jongen. Ik herinner me ook nog wel eens discussies over of de Tottoks, de witte migranten uit Indië en Indonesië, of dat wel echte Indische mensen zijn. Volgens mij heeft u ook wel eens wat wrijving gevoeld op dat terrein. Ja, omdat er is een soort wrijving ontstaan hier in Nederland met mensen geboren uit gemengde ouders, maar hier in Nederland geboren en die de neiging hebben de Indische identiteit te claimen. Daar zijn mensen bij die nog nooit in Indië geweest zijn, maar die niettemin toch pretenderen een soort essentie daarvan te hebben, die dan aan andere mensen met een ogenschijnlijk Europees uiterlijk onthouden wordt. En dat is natuurlijk flauwkul. En daarover zijn ook discussies geweest. Ja, toch merk ik dat. Mijn definitie van een Indisch kind te zijn, dat is letterlijk daar kind te zijn geweest. En daar te zijn opgegroeid onder de omstandigheden die toen bestonden. En het contact met de Indonesiërs, meestal verlopend via een baboe. In mijn geval ook. En iemand die hier met een mooie Kulit Langsip is opgegroeid. Dat is een mooie bruine huid. Is opgegroeid tussen de aardappelplanten in de polder. Ja, die heb ik eerder de neiging om als Tottok te beschouwen. Maar het is een beetje flauwe territoriumkwestie, waar eigenlijk geen eer aan te behalen is. Nee, dat lijkt mij ook niet. Maar ik merk ook wel eens dat mensen als u en ik, u met een rechtstreeks Indisch verleden en ik met een indirect Indisch verleden, verder terug in de tijd dus, dat wij er makkelijk over praten dan de Indische Nederlanders, die toch een in ieder geval gezinsherinneringen, gezinsgeschiedenis met zich meedragen van al dan niet vermeende discriminatie. Natuurlijk zware problematiek uit oorlogs- en revolutietijd. Een migratiegeschiedenis en die aanpassing in Nederland. Dat een bepaald gevoel geeft van er niet helemaal toe behoren. En dat huidskleur daarvoor inderdaad wel een hele makkelijke. Ja, het is hoe je bejegend wordt, dat tot op zekere hoogte je identiteit bepaalt. Hè? Zoals Sartre in Portrait d'un antisemite heeft geschreven: on est le juif des autres. Als je Joods bent, zelfs al voel je dat helemaal niet zo en geloof je nergens in, dan de manier waarop je behandeld wordt maakt dat je je Joods gaat voelen. En iets dergelijks is vermoedelijk tot op zekere hoogte te claimen voor mensen van gemengd bloed in Nederland. Ja. Maar mijn ervaring is dat het schandelijk overdreven wordt. Er is op Nederlandse scholen nooit echt discriminatie tegen
kinderen met een bruine huid geweest. En als je dan doorvraagt en zegt, ja, maar waar blikt die discriminatie dan uit? Dan krijg je verhalen zo onbeduidend dat er wel eens poep Chinees werd geroepen of iets dergelijks. Maar van een echte discriminatie, zoals die in Indonesië bestond, zoals die in Nederlands-Indië bestond, was natuurlijk helemaal geen sprake. Dat kennen die kinderen niet. Dat hebben ze nooit meegemaakt. Maar de neiging om een aparte groep te vormen, die is al heel sterk. En vooral als je dat nog verbinden kunt aan slachtofferschap, dan levert dat een ideale mythische identificatie op. Ja, maar is het niet ook zo dat Indische Nederlanders dat gewoon thuis ook creëerden, die eigen identiteit? Ik ben in Den Haag opgegroeid en ik had redelijk wat Indo's op school in de klas. En als ik daar thuis kwam, dan hingen die waaienpoppen daar, dan aten ze dat lekkere Indische eten. Dat was een hele andere sfeer dan bij ons thuis. Nee, maar kijk, waar we voor uit moeten kijken is om een bepaalde activisten. We zullen daar straks, als we het misschien over slachtoffercultuur en dergelijke hebben, ook op terugkomen. Je moet natuurlijk uitkijken dat je bepaalde kopfiguren en activisten, want het zijn een soort van etnische of herinneringsactivisten, dat je die gaat representatief gaat nemen voor een hele grote groep. Ik kom ook uit Den Haag, ik zat op een Haagse school, vol met wat ik later besefte Indische mensen, waar het nauwelijks een rol speelde. En een hoop kennis in mijn omgeving zijn dan zogenoemd Indisch, maar zijn pas op mijn 20ste of 25ste bewust geworden dat er misschien nog een bijzondere familiegeschiedenis achter zit. Het zijn ook altijd dezelfde activisten die je tegenkomt. Er zijn zulke verschillen tussen groepen. De verbale verschillen ook. De echte Indische, zogenaamde kleine boem mensen uit Indië, die na de oorlog hier voor het eerst van hun leven in Nederland kwamen, die hadden tot op zekere hoogte een andere cultuur. Daar moet je ook bij zeggen, een niet erg literaire cultuur. Het woord stond niet in hoog aanzien. Die mensen lazen niet en lezen nog steeds niet. Dat is een groep mensen die niet leest. Als je dat vergelijkt met de Indonesiërs die naar Nederlandse scholen waren geweest, die een perfect Nederlands beheersten, beter dan de Nederlanders. En mijn grote voorbeeld is natuurlijk Shahir. Dat zijn zulke verschillende groepen. En dat wordt door buitenstaanders niet goed onderscheiden of beseft. En er zijn nog allerlei verdere nuances en verdelingen aan te brengen. Volgens mij is het ook een mythe dat de Indo-Europeanen per definitie een tussengroep was in de vooroorlogse Indische samenleving. Er was voornamelijk een klasseverschil. Ja, dat is het. En dat wordt wel eens vergeten. Iedereen zegt van, oh, Indo-Europeaan, kulit langsip. Nee, maar als je het goed beschreven wil zien, dan is het werk van Beb Fuik daar heel duidelijk over. En ook de ellendige discriminatie waar de mensen daarmee te maken kregen. Bedrijfsleven en zo, hoe ze gepasseerd werden en hoe een of andere snotjongen uit Nederland dan een hogere baan kreeg of directeur werd, terwijl iemand die er veel meer van wist, maar moest lijden onder die meer genoemde Kulit Langsep, gepasseerd werd. Ja, dat was echt een apartheidssysteem. Ja. Dus dat. Al die dingen lopen door elkaar en worden in een debat op het ogenblik, vooral nu de werkelijke deelnemers aan het grote drama, die liggen bijna allemaal al in hun graf, wordt niet goed meer begrepen hoe dat allemaal in elkaar gezet heeft. Ik vraag me af of de deelnemer zelf dat ook allemaal goed begreep. Het is natuurlijk op een gegeven moment handig als je naar Nederland komt om te zeggen, ik werd gediscrimineerd. Mijn familie werd gediscrimineerd. Ja. Maar we hebben nu, of ik bedoelde nu vooral mensen die hier geboren zijn. En die zich het meest actief gedragen en zich afficheren als derde generatie kampslachtoffer.
Ja, want ja, die slachtoffers, daar heeft u het niet zo op, hè? Ach, nou, die aan is de weg een rare manier om het nee, ik bedoel, om die aan de weg timmeren om schadevergoedingen en om excuses. En... Ja, nou, als er een slachtofferschap geclaimd wordt, dat om het te kunnen claimen aangedikt of verzonnen moet worden, dan val ik daarover. Maar... En vooral wanneer dat gekoppeld wordt aan overwegingen over het oude koloniale paradijs. Dat introduceert dat allerlei valse denkbeelden en pseudo-waarheden. Ja, want waar dat slachtofferschap volgens mij voor het eerst echt groot naar buiten kwam en actie gevoerd is, dat is rond de komst van Hirohito in 1971 geweest. En ik heb op verzoek van Remco een kleine collage gemaakt van wat er tijdens dat bezoek gebeurd is uit het radioarchief. 786, de Japanese emperor passing by. Bijna was gebeurd wat een aantal Nederlanders onder leiding van cabaretier Wim Kan had gehoopt. Namelijk dat het bezoek van keizer Hirohito van Japan in ons land niet door zou gaan. Oorzaak niet de talloze protesten, maar gewoon ons klimaat. Schiphol zat vanmorgen namelijk potdicht door de dichte mist. Maar zo'n uur voor de aankomst van de keizer herrees hier op Schiphol de zon. De eerste pleisterplaats van het keizerlijk paar is Huis ten Bosch in Den Haag. Willem Egels bekeek de toestand al daar. In Den Haag is niet zoveel van veiligheidsmaatregelen te merken als op Schiphol het geval is. Alleen bij Huis ten Bosch is al sinds gisteravond verscherpte bewaking. In Den Haag is vrij veel gehoor gegeven aan de oproep van Wim Kan. Een aantal mensen heeft inderdaad de vlag half stok gehangen en de gordijnen gesloten. Maar dit beeld is niet dominerend. Waarom doet dat u? Hé? Waarom doet dat u? Nou, we wouden wel eens. Die vent die pikt nog tijd voor ons ook. Laat die vent kapot gaan, man. Vind je niet leuk? Dat jij wel dan? Hebben we, voor oh. Soort, hebben we voor dit soort mensen niet over. Hé, hey, een moordenaar die wordt nog geëerd ook, jongens. Ga je uit alsjeblieft. Echo. Wij delen u mee, meneer Hirohito, dat u in ons land voor een deel van ons volk niet welkom was. Voor ons bent u een onaanvaardbare figuur, omdat juist u het verleden bij ons oproept dat wij zo graag zouden vergeten. Hier is een geschenk. Het is iets waar u blij mee moet zijn, want uw soldaten hebben er namelijk in uw naam 3 jaar lang naar gezocht. Mijn dagboek uit krijgsgevangenschap, mijn dagboek van de spoorlijn des doods in Burma. Lees het, dan zult u misschien begrijpen waarom u hier nooit had moeten komen. Het woord is aan een nieuwe generatie. Aldus Wim Kan. Ja. Aldus ja, prachtig, Wim Kan, hè? Ja, ja, prachtig om dit te horen. Ik ken die geluiden niet. Het is voor het eerst dat ik dit hoor. En dat maakt het toch... je bent weer aanwezig en die Hagenees die begint te schelden. Dat is natuurlijk, maar die dagboeken van Wim Kan, is dat een inspirerende vorm van geschiedschrijving? Of? Dagboeken vind ik buitengewoon interessant. Ja. Dagboeken uit de internering vind ik over het algemeen... dat is een beetje oneerbiedig om te zeggen, buitengewoon vervelend. Maar het was ook buitengewoon vervelend in het kamp. Dus wat dat betreft zijn ze misschien een getrouwe weergave van de werkelijkheid. Ja, André Kousbroek heeft ernstig tegen Wim Kan gefulmineerd. Hè? Althans, in het Oost-Indisch kampsyndroom, daar staat een hoofdstukje over. Ja, dat kan ik niet zo eens even in 3 zinnen samenvatten. Maar ik heb het wel eens een psychodrama genoemd. Ja. En als je Wim Kan erop naleest, dan is het eigenlijk ook voortdurend alsof hij het beschouwt als een soort majesteitsschennis dat de keizer van Japan en niet hij door de koningin werd ontvangen en door Nederland gereden. Het is als je het. Leest en bekijkt wat er allemaal aan te pas is gekomen, dan is het een heel eigenaardige reactie van die Wim Kan geweest. Die ook, dat zal u toch iets moeten zeggen als historicus, die weigerde om zich historisch op de hoogte te stellen. Er was, niet helemaal toevallig, op het tijdstip dat de keizer van Japan in Nederland kwam, een boek verschenen van een zekere Bergamini, waarin een groot complot onthuld werd, volgens welk de keizer van Japan de hele oorlog zelf georganiseerd had.
Dat boek was op het moment van het bezoek van de keizer nog niet in Nederland te krijgen. Het was alleen maar een uittreksel van de inleiding en verder nog niks. Maar zowel Wim Kan als Klooster, de bekend als Willem Brandt, die beriepen zich meteen op dat boek en die zeiden, zie je wel, het is een oorlogsmisdadiger. En daarom moet de politie niet ingrijpen wanneer daar tegen gereageerd werd. Enzovoort. Al die dingen heb ik beschreven. Ik kan dat niet zo in een paar zinnen samenvatten. En het bleek dus zonneklaar dat nog Willem Brandt, nog Wim Kan dat boek zelfs maar in handen had gehad. Ze hadden geen idee wat erin stond. Ze hadden ook geen idee hoeveel die man ervan wist, die Bergamini. Dat is allemaal in latere jaren pas uitgezocht en duidelijk geworden dat de scepties die ik daar meteen tegen had, dat die terecht was. En als we het nu over historici hebben, dan is mijn verwijt aan de historici dat die dat maar lieten gebeuren. En dat een leek als ik een grote mond op moest zetten als enige vrijwel in Nederland, dat die de houding van Wim Kan totaal onterecht was. Dat hij het had over dingen waar hij geen bal van wist. Dat hij uit naam van een boek dat hij niet gelezen had het recht claimde om de zaken in eigen hand te nemen. Ja, dat is allemaal precies na te lezen in dat boek dat ik daarover geschreven heb. Maar was professor Reuling, die in de tijd rechter was in het Tokio-tribunaal, die heeft Wim Kan toch ook tegengesproken in de tijd? Herinneringen. Nou, maar die heeft toen zich niet erg gemanifesteerd. Maar de historici, Remco. Mijn verwijt is dat Wim Kan überhaupt deze hele houding ontwikkelen kon zonder dat hij ooit door iemand met gezag werd tegengesproken. Al die historici hielden hun mond en doen dat tot op zekere hoogte nog steeds. Ja. Ik heb één detail meegenomen als staaltje. Dat is een artikel van Vasseur toen hij afscheid nam als hoogleraar. Eerder dit jaar. Geschiedenis van Nederlands-Indië. En die zegt hier ergens vergelijkingen met de concentratiekampen van de nazi's, zoals Jeroen Brouwers dat deed, zijn uit den boze. Ik kan even doorgaan. Japanners waren er niet op uit om de bewoners van hun kampen te vernietigen. Ze trokken zich niet veel van ze aan, maar je kunt niet zeggen dat je opgesloten werd met het doel er nooit meer uit te komen. En dat was bij de Duitse kampen wel anders. Kortom, hij zegt hier precies wat ik al die jaren in de woestijn heb geroepen. Ik heb zelfs op het moment dat Jeroen Brouwers een functie werd gegeven in de Nieuwe Kerk en kon spreken op de herdenking van de Japanse nederlaag, heb ik een grote open brief gepubliceerd in de NRC, gericht aan Nederlandse historici. En gevraagd, wat gebeurt er nou eigenlijk? Waarom doet niet één van jullie een mond open? Niets, niets, niets. Ook Vasseur niet. Nog steeds geen enkele reactie. En nu zegt hij ineens wat ik allemaal al die tijd verkondigd heb. Nou, dan heeft maar dat deed hij toen dat niet, want dat was toen niet salonfähig. Nou, ik denk dat hij er in die tijd ook helemaal niet mee bezig was. Jazeker. Nou en of, want hij sprak me wel tegen. Ik hoef hem niet te verdedigen. Ik zou dat, als het moest, nou, was zou niet ik in 1963 alle mogelijke afspraken kunnen laten zien, mevrouw, dat hij zich in die tijd op de vlakte hield. Hij heeft een interview gegeven in die tijd aan Mousson. Waarin hij het recht opeiste voor de Indische gemeenschap om zich niet aan de historische feiten te houden. Het recht om onredelijk te zijn.
Nou, dat heb je daarna niet meer horen zeggen. Want dat is natuurlijk zo'n krankzinnige stelling voor een historicus. Dat heeft hij verder niet waar kunnen maken. Maar hij heeft het wel in die Indische gemeenschap geïntroduceerd. Die, zoals ik al zei, nogal afgesloten is van de verdere, zeker academische wereld. Die mensen lezen niet. Die krijgen dat krantje thuis. En dan is er een Nederlandse hoogleraar van de geschiedenis van Nederlands-Indië die zulke dingen zegt. En dan, dat vinden ze geweldig. Maar ik vind het spijt me, ik vind het enigszins een karikatuur om te zeggen, de Indische gemeenschap leest niet. Dit soort mensen zijn... Ik weet niet of dit een soort mens is, maar... Ik heb het nu over mensen met wie ik het te kwaad had in die tijd. En geschreven in ieder geval. De typische uitspraak waar ik mij altijd tegen heb moeten verdedigen was dat boek van Kousbroek, dat heb ik niet gelezen, maar ik ben het er niet mee eens. Ja. Dat was typisch de houding van deze mensen. Daarom heb ik het over een categorie mensen die niet las. Ik wil niet zeggen dat alle dat er geen Indisch mensen waren die niet lazen. Dat is natuurlijk niet... We komen zo ongetwijfeld nog terug op uw kritiek op de historici. Ja. Maar we willen nu eerst even een muziekje laten horen. En ik heb aan u allebei gevraagd iets uit te kiezen. Rudy Kousbroek, Kronsjong is het geworden. Waarom? Tot mijn spijt... vanuit een soort tempo doelo gevoel? Tot mijn spijt heb ik de plaat of de cd waar ik wat uit wilde laten horen niet bij mij. Maar we hebben nu iets anders klaarstaan. Dat kan ermee door. Het aardige van dat nummertje, als ik goed weet wat er nu komt, is dat het tweetalig is. En er bestond in Nederlands-Indië een zekere traditie om Kronsjong-liedjes te zingen. Eén regel Nederlands, één regel Indonesisch. Ja. Wat brandt daar op de bergen? Toekankaju, kabakkaju. Waarom zou ik mijn liefde verbergen? Orangse moa sulachtau. Waarom zou ik mijn liefde verbergen? Orangse moa sulachtau. Prachtig. Laten we nu naar een versie op een cd gaan luisteren. Gewoon ver van jou. Is aan jou denken. U luistert nog steeds naar OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO, waarin vandaag historicus Remco Raabe in gesprek is met auteur Rudy Kousbroek. Een gesprek dat als hoofdthema de koloniale geschiedschrijving heeft en waarin we net dus een wat we net onderbraken met een mooi stukje Kronsjong. En daar wou Rudy Kousbroek mooi. Het is natuurlijk heel commerciële Kronsjong. Maar op zichzelf is het toch al iets heel bijzonders dat er een zoiets bestaat met Nederlandse invloeden erin. Ik ben altijd ontroerd als ik daar Nederlands in hoor. En we betreuren dan dat met al die... al die claims van origines in Indië enzovoort enzovoort, dat er zo weinig onderzoek is gedaan of zo weinig gepubliceerd is over die Kronsjong-muziek. Er hebben, ik geloof, iets van 200.000 kortspeelplaten, hoe noem je dat, 78 toerenplaten bestaan van stamboelmuziek. Er is geen Nederlandse expert over. Je kunt er niet een gezaghebbend boek over kopen. De muziek zelf is niet meer te krijgen, niet meer te vinden. En dat is nou iets, als je het hebt over koloniale erfenis, om toch wel een beetje trots op te zijn dat dat bestaan heeft. En daar moet nodig iets aan gedaan worden. Ja. Maar goed, Remco Raabe, terug naar de thema's die jij graag wil bespreken. En als historicus zijnde is dat de koloniale geschiedschrijving. Hè? Ja. Misschien wil ik nog even terugkomen op Wim Kan. Ik vond Wim Kan was inderdaad een pathetisch figuur natuurlijk. Maar als historicus die het werkelijk niet heeft meegemaakt en toch ook een zeker invoelend vermogen probeert te hebben.
Voel jij je aangesproken door de kritiek van Rudy Kausbroek? Oh ja, natuurlijk. Misschien niet persoonlijk, maar ik ga dan wel afvragen, is het zo? En moet er iets aan veranderen? En ik denk dat er ik heb trouwens ook hoop dat er iets waar is van het feit dat al dit soort dingen hebben bijgedragen tot uw roeping. Dat weet ik niet. Ik geloof dat, ik weet niet of roepingen bestaan, maar je rolt er toevallig in en dan pik je aan inspiratie op wat je hebt. En dat zijn natuurlijk vele, vele dingen. Ik keer mij ook wel eens, dat kan ik rustig doen, omdat ik van ver na de oorlog ben. Ik keer me ook wel eens af van die ellendige kampgeschiedenis en die ellendige kampdiscussie. Die ergheidsdiscussie vind ik weerzinwekkend en buitengewoon oninteressant. Waren het niet dat je wel gedwongen wordt om die discussie te voeren? Nou, ik denk dat die ergheidsdiscussie, waren die Japanse kampen nu even erg of minder erg dan de Duitse vernietigingskampen? Dat hoor je niet zoveel meer, misschien nog wel eens in de wandelgang of in de voetnoten. Of in enkele memoiren. Ze zijn uitgestorven, echte jihadis daarvan. Die zijn de memoirenliteratuur is in stijgende lijn. Ieder jaar maar, nog meer. Maar de claimcultuur, dat is een beetje passé nu. Ja. Voor zover ik het kan beoordelen. Ja. Nee, maar ik hoef natuurlijk helemaal niet over te doen wat Rudy Kausbroek al met veel meer verve heeft gedaan. Hoewel ik hem natuurlijk graag op allerlei manieren steun waar dat nodig is. Of wanneer ik dat nodig vind. Waar ik veel, veel meer op door wil gaan, is natuurlijk de andere kant. Zelfs Rudy Kausbroek heeft natuurlijk toch een heel sterk, ondanks alle interesse voor de Indonesische kant, natuurlijk sterk de eigen Indische achtergrond. En natuurlijk die slachtoffers die hem dwingen om deze discussie aan te gaan. Ja, met de andere kant bedoel je de Indonesische kijk op de geschiedenis. Wat we destijds de inlanders noemen. Nou ja, wat gebeurde met die Indonesiërs? Ja. Ik bedoel, als we het over de oorlog hebben, wat gebeurde nou eigenlijk met die Indonesiërs tijdens de Japanse bezetting? Ik vind dat mezelf eens op de schouder mag slaan. Ik ben de eerste en vrijwel nog steeds de enige die gewezen heeft op wat er gebeurd is met de Romusha. Met de Romusha? De Romusha, dat waren de Indonesiërs die door de Japanners werden geronseld om voor ze te werken, vliegvelden aan te leggen, spoorwegen en dergelijke. En waaronder de mortaliteit inderdaad in de buurt komt van wat de Duitsers in Europa uitgespookt hebben. Hè, die vele, vele malen erger dan wat ons Indische Nederlanders overkomen is. En niemand die zich daarom bekommerde. Niemand die ooit voor deze stakkers een claim heeft ingediend. Nee, het is alleen maar ik. Dat is en alweer, dat hadden historici moeten zeggen. Ja. Er is wat in mijn gevoel ontbreekt in Nederland, dat was een gezaghebbende historische stem. Op de manier van, hoe heet die televisieuitzendingen deed over Europa? Lou de Jong? Lou de Jong, ja. Er had een Indische Lou de Jong moeten opstaan. Vasseur, Wesseling, noem maar op. En die had met gezag moeten zeggen, dit is waar en dat is onzin. Ja. Maar is die eenzijdige kijk op de geschiedenis, geldt dat nou alleen voor die oorlogsperiode of geldt dat voor de hele beschrijving van die koloniale geschiedenis? U heeft daar een boek meegenomen over de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nou, dat is het net uit en daar staat een mooi artikel van Remco Abbe in. Nee, maar ik heb dat steeds betoogd dat de koloniale verhoudingen determinerend zijn geweest in de manier waarop mensen die oorlog beleefd hebben. En ik heb daar paradoxaal genoeg zelfs nog een beetje begrip voor. Die mensen die zeiden, wat? Wij worden aangevallen door een inferieur volk, door Aziaten. Die niet eens zelf een vliegtuig kunnen maken. Ze kunnen alleen maar kopiëren. En die beginnen een oorlog tegen ons. En ze hebben niet eens de good graces om die te verliezen. Wij zijn vernederd door Aziaten. Dat is eigenlijk de grote teneur van dat Indische
protest. Maar heeft u dat nou eigenlijk uit eigen waarneming? Is dat een naoorlogse interpretatie? Is dat mensen die heb ik natuurlijk persoonlijk gekend. En de dingen die ik zeg, dat zijn bijna letterlijke citaten. Ja. Nou, ik denk dat de vooroorlogse Nederlands-Indische samenleving buitengewoon naïef was. Ze zagen natuurlijk een hoop dingen niet. Er was, als er iets een soort van versteende sociale orde was, dan was dat die vooroorlogse samenleving. Zelf ook uit. Dat is een superioriteitsgevoel. Ja. En dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk, want je leefde in een soort paradijsachtige omgeving waar een soort tweede categorie mensen om je heen werkzaam was. Die deden alles wat je maar wou. Maar om even terug te komen op de kritiek. Ik ben er natuurlijk wel gevoelig voor. Ik weet niet helemaal of het zo eenvoudig zit. Ik vind dat er wat mis is met de Nederlandse historische cultuur. In de eerste plaats wordt nauwelijks rekenschap gegeven van morele kanten van de geschiedenis. Het is allemaal erg filatelistisch. Registreren en excerperen. We nemen wat bronnen en dicht op de bronnen. Die zijn altijd Europees. Er wordt nooit moeite gedaan om eens te kijken, kunnen we een andersoortige bron gaan raadplegen of genereren door middel van een interview? Kijk nou eens naar, doe eens wat meer moeite. Nee, je gaat naar een koloniaal archief en dan lees je inderdaad al die verhalen van doorgewinterde totoks. Ja. Dat verhaal krijg je sowieso. Er zijn weinig historici die zich überhaupt met Indië, Indonesië bezighouden. Ook begin jaren 70 waren er natuurlijk niet zoveel. Pas wanneer de dieren hun geschiedenis mogen schrijven, kan er geoordeeld worden over de cultuur van de jagers. Maar iets anders is, dat is de algemene plaats van Indië en het koloniale verleden in het Nederlandse geschiedbeeld. Dat is natuurlijk verdwenen. Er zijn nauwelijks mensen die zich daar op een intensieve manier mee bezighouden. Mm. En het grote volk. Ja. Is volgens mij behoorlijk onverschillig over wat daar nu gebeurd is. En zijn wij daar als Nederlanders nou anders in dan buitenlanders? Ja, we zijn er betrekkelijk anders. U heeft een tijd in Frankrijk gewoond? Ik heb mijn hele leven in Frankrijk. Ja. Ik heb 40 jaar in Frankrijk. Gaan ze er daar anders mee om? Ja. Het dichtstbijzijnde is Noord-Afrika. En voor Noord-Afrika bestaat ook een zekere nostalgie, zoals die hier voor Nederlands-Indië bestaat. Nee, maar gaan de historische Maar voor Indochina al veel minder. Maar Indochina was natuurlijk niet zoveel. Hoeveel Fransen zaten daar? Nou, tientallen duizenden. Dat er toch wel iets van weg. En het soort samenleving was natuurlijk heel anders door. Nee, maar er waren bijvoorbeeld veel minder. De Indische, zeg maar. Hoe zeg je dat in de Indo-Chinese kant, die zijn bijna allemaal farmacia in Frankrijk. Maar het waren er natuurlijk niet zoveel, omdat die Franse aanwezigheid was natuurlijk maar een paar decennia. En een van de meest, dat had ik ook nog mee kunnen nemen als liedje, namelijk Josephine Baker zingend La Petite Tonkinoise. Dat beschrijft een verhouding tussen een Fransman en een Indochinees meisje. Het beeld bepaald van Indochina. Nou, maar als we terugkomen tot die geschiedschrijving. Ja. Zijn de Fransen nou bijvoorbeeld kritischer op de oorlogsmisdaden die in Algerije gepleegd zijn, die historici, dan de Nederlanders op de oorlogsmisdaden die in Indonesië gepleegd zijn? Ja, zeker. Het is anders. Kijk, Algerije kan je natuurlijk niet wezenlijk vergelijken met Nederlands-Indië. Algerije was een deel van het grondgebied, zullen we zeggen. Maar ook daar zie je een hoop verzwijging. Na de oorlog is daar, wat bij ons de Bersiap-tijd was, dat heeft daar een enorme omvang gehad. In die tijd. Zeg maar de gezagsloze tijd waarin er gemoord werd. Maar ook er is een hele, wat bij ons bijna gebeurd is, dat is daar echt gebeurd. Namelijk een Carteron de Généraux, generaals die een eigen regime stichten tegen het moederland in. Een revolutie, een afvallige staat wilde stichten. Dat is heeft in Nederlands-Indië ook gedreigd, met de westerling. Maar
Nee, er is denk ik toch veel meer geschiedschrijving over. Indochina wordt nauwelijks iets geschreven. Je had die affaire Boudarel een beetje vergelijkbaar met onze Bonke Prinsen. Hoewel die geen militaire. Daarom begon ik ook te zeggen, je moet het vergelijken met Noord-Afrika. Maar Indochina speelt in de geschiedschrijving of in het bewustzijn van de Fransen nauwelijks een rol. Boeken over Indochina zijn er niet. Hoewel de slag bij Dien Bien Phu in 1954. Dat was de tropisch Verdun. Ja. Dat was een immense slachting wat het Nederlandse leger. Maar ook een diepe indruk heeft gemaakt. Maar wat eigenlijk nauwelijks. Het effect van het daarna uit het geheugen weg te willen drukken. Ja. Maar is dat nu echt een bewuste verzwijging, ook aan de Franse kant? Of is dat eigenlijk een intrinsiek element in de omgang met een koloniaal verleden? Dat een kolonie is fijn als het er is en je kan het gebruiken in een soort van imperialistische retoriek, hè, als onderdeel van je grootheid van de natie. Maar zodra het weg is, mis je het eigenlijk niet. En is dat niet ook een van de oorzaken waarom de mensen uit de koloniën, misschien wel u in Kluis, zo'n behoefte heeft om te hameren op hoe het werkelijk was, of nou verzonnen of gemythologiseerd is of niet. Maar dat daar ook het gevoel van de vergeten oorlog. Een enorme identificatie is er, die ook groter dan er bijvoorbeeld in Engeland bestaat tegenover India. En dat is toch een indrukwekkend onderwerp. Hè? Helaas is er bij ons nooit een film gemaakt van het soort en de kwaliteit als Staying On. Er zijn dus ook Engelse nostalgieën, maar die zitten nogal anders in elkaar dan bij ons. Ja, de Engelse. Wij hebben, denk ik, als koloniale mogelijkheid een merkwaardige binding met het verleden die sterker is dan in Frankrijk of in Engeland. Ja, maar de geschiedschrijving blijft de geschiedschrijving van de jagers en niet van de dieren. Maar ja. Maar, ja. Dat zou toch een beetje een conclusie kunnen zijn van dit gesprek, Remco? Het is mij te simpel, maar wel. Het is een heel mooi beeld. Als ik aan jagers denk, dan denk ik ook weer aan Tjoek van Charlie Robinson. Het is een mooi beeld. Ja. Maar inderdaad, een simplificatie. Vandaar dat het die ellende duurt nou al ik weet niet hoeveel jaar. Maar wij kunnen ons niet interesseren in andere volkeren. Je ziet het nu weer met die VOC-herdenking. We moeten nu ons eigen internationaal ondernemerschap gaan herdenken. Ja. Het is in deze tijd dat onze, wat zou ik zeggen, postkoloniale samenleving, waarbij de stromen mensen over de wereld gaan en samenlevingen steeds meer vervreemd worden van een vermeend soort monoculturaliteit. Dat we nu niet in staat zijn om te laten zien hoe het er aan de andere kant uitzag. Of hoe het op zijn minst aan de andere kant gepercipieerd wordt. Dat vind ik een groot tekort. En daar kan ik me nog regelmatig druk om maken. Ja, maar een oplossing hebben we daar nog niet voor. We moeten dit gesprek gaan afronden. En Remco, de muziekkeuze van Rudy hebben we al gehoord. Aan jou hebben we ook gevraagd een keuze voor muziek te maken. Maar tegelijkertijd kwam jij ook met nog een ander verzoek, namelijk ook om een geluid te laten horen. En voor we jouw muziek laten horen, wil ik dat geluid ook even laten horen. Want jij zegt wel dat we maar een heel eenzijdige blik naar dingen kijken. Maar luisteren is wat anders. Kan je dat geluid nu laten horen? Bismillahirrahmanirrahim. Ja, Remco, waarom wou je dit geluid graag horen? Nou, het is prachtig, hè? Zo hoor je het trouwens zelden. Helaas, meestal is het veel te sterk versterkt, vervormd geluid. En dan wordt het een soort losgeschreven. Misschien even uitleggen, dit is de oproep tot het gebed. Van de moskee. En dat hoor je in Indonesië overal. En wat ik eigenlijk zocht is, kijk, het grote verschil tussen iemand als Rudy Kamsbroek en mij is dat ik natuurlijk zelf geen fysieke of auditieve herinneringen heb aan, of geuren, of aan dat verleden. Ik moet het doen met die vreselijke bronnen waar ik dan afhankelijk van ben. Ja. Als ik nou zocht naar wat is mijn eigen beleving van het Indonesië dat ik de afgelopen 12 jaar heb leren kennen, dan is dat
Zo, is dat zo'n soort geluid? Ja, dit geluid. Ja. En de muziek waarvoor je gekozen hebt, kan je die nu aankondigen? Ja, we gaan een liedje horen van de wereldberoemde, zou ik bijna zeggen, Indonesische dangdut muzikant Roma Irama. Dangdut is een muziekvorm die eigenlijk in zijn moderne vorm lijkt op de kronjong, waarin je ziet dat de Indonesische muziek is blijven ontwikkelen en elementen van buiten, als je hoort Arabische, Indiaanse en dergelijke elementen. Portugees. We gaan er nu naar luisteren. Begadang, jangan begadang. Dit was het tweede deel van Geschiedenisgasten met Remco Raabe en Rudy Kousbroek. Wilt u hiervan een cassette of cd bestellen? Maak dan voor een cassette €7 en voor een cd €9 over naar Giro 444-600 van de VPRO onder vermelding van Geschiedenisgasten deel 2. Dus €7 voor een cassette en €9 voor een cd overmaken naar Giro 444-600 van de VPRO. 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 VPRO.